Op zondag 21 juni 2015 werd de eerste Pruifmaart zitterd op het menu georganiseerd. Hier kon men volop genieten van allerlei lekkernijen en specialiteiten. Ook stond er een officiële biertapwedstrijd voor de horecamensen uit de stad op het menu. Xani B zitterd op het menu, de eerste editie. Initiatiefnemer en bedenker Frank Braam. Wat vind je er tot nu toe van? Ja, ten eerste, ik ben Helena. Samen met Thijs Fris, een hele tijd geleden zijn we erover gaan nadenken. We wouden eens zitten echt op een kaart gaan zetten, op het menu gaan zetten. En als je nu achter me kijkt, ik vind de eerste editie zeer geslaagd. Het weer speelt gelukkig met, het heeft vanmorgen één buurtje gegeven. Tapmetschiet loopt goed, al het eten dat loopt goed, de kruimpjes zijn leuk aangekleed. Er is veel belangstelling gelukkig gevuld. De luus vindt het allemaal hartstikke superleuk. Ja, ik ben zeer content over de eerste keer. Op weg naar de tweede editie dan, als ik het zo goed hoor? Ja, dat weet ik wel zeker eigenlijk wel. Ik denk dat weer vol goede moed alweer. Ik denk zo september, oktober langzaam weer eens beginnen met de voorbereiding van volgend jaar. Natuurlijk even alle evaluatiepunten van dit jaar. Even op rieken zetten, toch hier nog de kleine dingetjes natuurlijk aanpakken. Hè. Voor de ondernummers moesten we natuurlijk ook hier en daar kijken van jongens, wat is de buurt gefout en goed gejangen. Er is een probleempje geweest. Ja, dat wil ze niet. En dat wil ze voor de ondernummers en natuurlijk ook voor de lui, hartstikke leuk houden. Dus ja, goed. Maar dan kunnen we denk ik wel zeker weer een tweede, joh. Wist je niet bang dat het dan te veel op het proefevenement bijvoorbeeld in Maastricht of in Geleen gaat liggen? Nee, ja, in Geleen ben ik nooit geweest op het proefevenement. Ik zou niet weten wie dat toch heet. Als ik even gewoon zeggen van de verliezen trekken met Maastricht. Bij Maastricht is het massaal, luxe, grote stands. En als je wederom even achter me gewoon herkijkt. Veer gewoon voor een beetje de knus en kneuterigheid om het even zo te noemen. Een beetje dat leuke, dat Bourgondische, leuke kruimpjes. Hou het klein en zo houdt het voor ook leuk. We zijn in geen grote stad en zo moet je gewoon net gaan denken. Dus door klein te blijven en kwaliteit te doen, dat is wat zit er dus. En dat moet we blijven doen. Voor jong en oud en voor iedereen toegankelijk en voor iedereen wat wils. Zeker weten, zeker voor iedereen. Voor Zimbi zit er op het menu de eerste keer. Wie ervaart hier dat? Ja, voor een eerste keer vind ik het echt fantastisch. Ja, zoveel opkomst en aan het werken helpen ze nu ook goed mee. Het is super tevreden, ja. En voor waar staat je hier? Voor Luna Eten en Drinken, dat is ons restaurant op de Maart en ons restaurant op de Windraak, Windraak 31. Dus volgend jaar nog een editie? Zeker weten, zeker weten. Dank. En vervolgens krijgt Frank een invloedende beweging, een speciaal bier, een schenkje. En terwijl er een schenkje is, let er op de levendigheid van het bier en wie zich dat ontwikkelt. Nu zijn ik zichzelf de ganse dag bakken, heb ze wel tijd om dan te genieten? Ja, ik sta aan de bakken. Ik doe een heel even met de tapwedstrijd. Ik ga het voorbeelden geven. Nog naar de E-café, even rennen voor dingen te doen. Tussendoor, dan kijk ze wel eens even om de geer en dan zus ze gewoon Lu. En Lu komt tussendoor naar me toe. Dan denk ik van, hey jongens, je hebt het leuk gedaan. En, ja, goed, dat geeft voldoening en dat deed ze het voor. En dan heb ze gezegd van, ja, zit er, dat broes, dat kennen we. En dat willen we ook goed strollen. En dat hebben we ook tot nu toe echt wel bereikt. Ik denk dat het aardig gelukt is. Ja, dankjewel. Wij nemen een maatbeker. Die vullen wij tot de 20 met gin. Die deponeren wij in het bakje. In het bakje. Vervolgens nemen wij de andere gin, de bobby gin. Wat staat bij u op het menu? Bij ons staat op het menu, we maken zelf brood elke dag. Daar hebben we een heerlijk broodje gemaakt met ossehaas spies, met truffelcreme, ook zelfgemaakte truffelcreme. We hebben bio-worsten, dat werkt samen met Brand en Levi. We hebben porchetta, dat is een ingerold de buikspek van een varken met kruiden. Dat doen wij op de houtskoolgril garen, want we hebben hier bij ons bij Mets een houtskoolgril van Josper. En daar doen we ook een lekkere zelfgemaakte barbecue crème, dus we doen eigenlijk van alles. En een beetje wat kleine hapjes uitdelen. En voor iedere vader vandaag een mooie matchcap. En hoe ervaart je het de eerste keer, dit evenement? Ja, hartstikke leuk. Moeten we ook zo houden, net zoals vorig jaar met het pulp, wat ik ontzettend geweldig vond. En ik hoorde dat het dit jaar niet doorgaat. Maar daar zullen we zeker aan werken dat dat volgend jaar wel doorgaat. Dat is zo lekker ongedwongen allemaal. En ik hoop ook weer in het veld daar zo. Hier is het op de markt. Gisteren stond ik met Coffee Mundo met Koen op het Tempelplein met een band erbij. Om de binnenstad een beetje te promoten weer. Hè? Om een beetje leven in de brouwerij. Dus dat zijn leuke dagen, lekker weer. Ja. Genieten dus. Ja, genieten. Heerlijk.